we staan hier in Medemblik. En we hebben deze week een week van training die we georganiseerd hebben samen met A-ketzeilers. We proberen met het Olympische NACRA-team hier de kennis die opgebouwd is in de A-ket-klasse, waarin ze al langer met curved foils varen en daarmee de boot lift krijgt, over te brengen op onze zeilers. Want we hebben binnen de NACRA-klasse, de Olympische klasse, hebben we ook curved boards en vliegen we ook over het water. En daar moeten we natuurlijk heel snel meer kennis in opdoen. Dus daarom proberen we dat nu in een iets andere setting te doen op de A-kets. En we hebben vandaag een mooi windje, dus we gaan weer terug. Jullie hebben de afgelopen dagen gevaren. Wat zijn de eerste indrukken? Ja, we hebben eigenlijk nu een vijftal dagen gevaren. We hebben een aantal dagen met heel weinig wind gevaren. Daar hebben we de concentratie gelegd op een aantal andere technische dingen, want dan kun je niet vliegen. Maar we hebben ook al twee dagen met goede wind gevaren, met rond de 15 tot 20 knopen wind. En toen hebben we kunnen merken hoe mooi en gecontroleerd je met deze A-ket kunt vliegen door de stand van de zwaarde te veranderen. En daar hebben de zeilers denk ik heel veel van geleerd om dat te kunnen vertalen naar de Olympische klasse van AKC. De A-kat mag alles bijna en bij jullie mag niet zoveel. Nee, dat is natuurlijk een groot verschil. De A-kat is een helemaal vrije klasse, dus dat is juist ook de reden waarom er enorm ontwikkeld wordt. En de AK-17, de Olympische klasse, is een one-design klasse, waarin je dus eigenlijk heel weinig vrijheid hebt. Dat betekent niet dat je met de hele een beetje kunt spelen en juist dat hele kleine beetje kan in Rio straks wel het verschil maken. Dus belangrijk voor ons om daar alle details mogelijk in kaart te krijgen. Een ander bootje, Koen? Ja, het is heel anders. Ja. Het is wel een katamaran, maar de ervaring op het water is wel echt anders. En we vinden het allemaal heel leuk, dus we zijn blij dat we deze kans hebben. En het is ook leerzaam. Wat is er anders aan? Nou, ja, omdat je in je eentje bent, vaart het natuurlijk sowieso anders, maar het bootje is heel licht. Het weegt in totaal 75 kilo. Dus ja, dat is gewoon, het is iets meer dan de helft van waar wij mee varen. Maar ook in je eentje erop, dus het totaalgewicht is gewoon heel licht. En met die foils waarmee je gaat liften, is dat heel gevoelig gemaakt. En omdat het zo gevoelig is, is het goed om, deze boten te gebruiken, om beter te leren foilen. En beter daar gevoel mee te krijgen, te ontwikkelen, zodat we dat vervolgens kunnen vertalen naar onze 17. Hoe is dat, René, om A-kat te varen? Waanzinnig gaaf. Het gaat zo hard. En, met dit wind kunnen we ook wel proberen om aan de wind de foils te krijgen. Dus dat is een waanzinnig gevoel om over het water te zweven. Ja, dat is, je moet alles doen. Het is fysiek. Schoot is behoorlijk zwaar. En deze boot is ook ingericht op mannenkracht. Dus het wordt wel vanmiddag beunen. Hoe bevalt het NACRA zeilen? Ja goed, het is een hele leuke klasse, erg vernieuwend, door met name de foils, de zwaarde en door gewoon de snelheid is het zo'n andere dimensie en superleuk.